Hallo en welkom bij deze SketchUp Expert video. Je hebt SketchUp Pro gedownload. En als je SketchUp Pro hebt gedownload, komen er drie iconen op je bureaublad te staan: SketchUp Pro 2021, SketchUp Layout en Staalbeelder. Staalbeelder doe je eigenlijk niks mee. Wat je met layout doet, is als je in SketchUp een tekening hebt gemaakt, dan moet je daar omheen bewegen en plaatjes maken. En uh, dat is vrij vervelend om in één keer alle aanzichten te zien. Dus daar is layout voor. Daar pak je één model en dan kan je op een vel papier al je aanzichten projecteren. Dus je vooraanzicht, je zijaanzicht, perspectief, doorsneden, etc. Maakt overigens niet uit wat je tekent. Um, SketchUp Pro, daar gaat deze video over. Um, daar teken je uiteindelijk je model in en die ga je dan verder gebruiken in layout. Als je dit hebt staan, hoe ga je er dan mee verder? Nou. Um, allereerst gaan we kijken of we hem kunnen openen. We moeten inloggen waarschijnlijk. Uh, en vervolgens krijg je een opstartscherm. Daarna ga je SketchUp in en ga je even kijken hoe je de werkbalken kunt activeren. Dit is een Windows-video. Mocht je nou de Mac-video nodig hebben, uh, kijk dan even op de site waar die staat. Um, dit gaat over Windows. Kijk even met me mee. Nou, hier staat SketchUp Pro 2021 kan ook een hogere versie zijn natuurlijk. Ik dubbelklik op SketchUp Pro en dan krijg je hop, dit scherm te zien. Dit zegt uh, leuk dat je er bent. Uh, je kunt inloggen. Laten we dat doen. Ik klik op Sign In en dan popt de browser open. Nou, Als die browser er staat, dan moet je even je mailadres invullen, je wachtwoord. En als het goed is, geeft hij dan dit scherm. You're signed into all things SketchUp. Oftewel, je kunt alles van SketchUp gebruiken. Nou, weg ermee. En dan is dit scherm omgetoverd tot het Welcome to SketchUp scherm. Daar zie je verschillende templates staan. Templates zijn um, ja, vooringestelde um, SketchUp. Werelden waar je, uh, waar je in komt te staan en waar je vervolgens je 3D-model in gaat maken. Um, en SketchUp wil even weten, met name met welke meet-eenheid jij, uh, meet jij gewend bent. Um, de standaard staat hier namelijk op simpel inches, Amerika, want het is een Amerikaans programma. Nou, inches hebben wij vrij weinig aan, tenminste, ik, uh, ik heb daar niks aan. Uh, dus ik wil graag in millimeters werken, dus ik ga naar Architectural Millimeters. En, en ik zet ook direct het hartje erbij. Als je dan namelijk een nieuwe tekening opent, pakt die standaard deze instelling. Nou, ik heb hem staan. Daarna klik je op het icoon wat erboven staat. Tik. En dan moet je even wachten. En als het goed is, opent die dan nou SketchUp. Je ziet er een poppetje staan en je ziet een aantal werkbalken. Um, het kan zijn dat je niet alle werkbalken ziet die ik hier heb staan. Mocht je die er nou bij willen hebben, dan ga je naar View. En dan naar Toolbars. Dan zie je, moet ik even goed kijken. Dit scherm. En als je dan een beetje naar beneden scrolt, dan moet je zorgen dat Shadows aanstaat. Standard. Styles. En Views. Er zijn er nog meer. Die kan je gebruiken natuurlijk. Um, wat jij standaard aan hebt staan is Getting Started. Dat is deze. Maar eigenlijk overlappen deze heel erg met deze. En die hebben we nog niet gedaan, want dat is de large toolset. Ik zou zeggen, zet de large toolset aan, want daar zitten eigenlijk alle items in die je nodig hebt. En de getting started zetten we uit. Nou, dan heb ik eigenlijk alles wat ik nu nodig heb om te kunnen tekenen. Um, daarna duw ik op close en dan kan je aan de gang. Nou, mocht je nou training willen hebben, mocht je nou even willen weten hoe SketchUp nou echt goed werkt, kom dan weer onze basiscursus volgen. Uh, check SketchupExpert.com voor de data en informatie. Mocht je nou uh, Sketchup willen aanschaffen, heb je dat nog niet gedaan en zet je nu in een trial. Kan dat ook op de site en heb je vragen. Stel ons die via SketchupExpert.com en neem even contact met ons op. Kan ook telefonisch, kan ook via WhatsApp. Dus, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende video. Dag!